Vaste Radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. Vooruit zijn de mensen die luisteren naar dit programma 25 jaar naar boven. Ik heb nu contact gezocht met Tony Pengel. Hij is bekend als Unik, maar hij is officieel Tony Pengel. En deze man heeft een voetbalschool in Suriname en ook in Nederland. Heeft heel veel bekende profs hier in Nederland begeleid. De laatste namen die ik van hem gehoord heb, dat is Gravenberg van Ajax. En nog een paar spelers heeft hij begeleid. En hij volgt het Surinaams voetbal ook. Hij is ook vriend van Dien Goree. Unik, ik roep je Unik voor dit geval. Unik, hoe komt het ontslag over bij jou van bondscoach Dien Goree? Nou ja, best verrassend. Ja, best wel verrassend, eerlijk gezegd. Ik had het niet verwacht. Je had het niet verwacht. Sorry, ik hoorde je. Nee, je valt steeds weg. Ik ben er. Oké, okay, je bent er. Ja. Je zei het komt voor. Het is best verrassend. Ja, zeker. Ik denk, als ik SVB hoort, een kwalificatie van WK is gelopen. Geen topprestatie op World Cup. Dan is mijn vraag de volgende. Wanneer heeft de SVB zich ooit geplaatst voor een WK? Nooit. Oké, dan is mijn volgende plaats. Wanneer heeft de SVB zich ooit geplaatst voor een World Cup? Nooit. Dus dat betekent ook dat ze nooit een goal hebben gemaakt, nooit de overwinning gehad. Alle trainers zijn jarenlang bezig geweest met het vragen aan internationale spelers of ze voor Suriname zouden willen en kunnen spelen. Nou, al de dingen die geregeld moesten worden, die zijn geregeld. Dien heeft 3 jaar lang is hij van huis geweest. Eigenlijk nog langer. Maar in zijn tweede periode, vanaf 2018 tot nu, leeft hij van huis. Dus hij leeft van zijn kinderen weg, van zijn vrouw. Hij doet alles eraan voor het Surinaamse voetbal om vooruit te komen. Kijk, we kunnen het over tactiek hebben, we kunnen het over invulling hebben van inhoud en al dat soort zaken. Maar ik heb het liever over de prestatie die hij heeft geleverd als mens naar het Surinaams volk. Voor hun plezier en hun hoop te vergroten. Want ik denk niet dat er veel mensen waren daarvoor die heel veel vertrouwen hadden in de kwaliteit van het Surinaams elftal. En niet omdat er geen talenten zijn, maar meer vanwege de organisatie eromheen. En dat weet iedereen, dat is geen fabeltje of dat is niet iets wat onbekend is. De Surinaamse voetbalbond die staat bekend en dat ze de dingen niet hebben aangepakt. Dat ze die dingen aangepakt zouden moeten hebben. En dat het zeer amateuristisch is. En dat kan. Maar als er dan een trainer komt die met heel zijn hebben en houden komt, met heel veel passie bezig is en probeert om het Surinaams voetbal op de kaart te zetten, dat hij dat ook gedaan heeft. Ik heb voor het eerst in mijn leven Surinaamse wedstrijden kunnen volgen op Nederlandse televisie. Dat betekent dat het ook straks voor de sponsoren en alles interessant kan worden. Dat is indirect allemaal Dien Goree aan te rekenen. En als je hem had willen afhalen van het elftal omdat je niet tevreden bent over het technische gedeelte, oké, dan praat je daarover. En dan kijk je hoe je dat anders kan invullen. Maar om hem als persoon op deze manier te degraderen en weg te zetten, dat is schandalig. Hey, maar is het toch van alle tijden dat trainers ontslagen worden? Dat is het risico van het vak, denk ik dan. Nee, maar het risico van het vak was om in te stappen bij zo'n waardeloze organisatie. Hij heeft ze helemaal omhoog getrokken. Weet je, natuurlijk hebben er ook mensen binnen de bond hebben ook hun best gedaan. Op hun manier hun best gedaan. Maar het meeste werk is gekomen van Dien en de mensen die hij om zich heen heeft verzameld. Hij is gaan lobbyen, hij is gaan vragen voor sponsoring. Kijk, de mensen die dichtbij bij zijn geweest, die weten hoe het gegaan is. Die kennen de mensen die bepaalde dingen gevraagd zijn. Die hebben alle inside informatie. En dan is bekend, zonder namen te noemen, dan is er heel veel bekend over sponsoring, over gunning, over de jongetjes die in grote competities spelen, die donaties doen
vanwege bepaalde mensen die er bij de organisatie lopen. Dus Dien heeft echt heel erg veel klaargespeeld. Door Dien hebben heel veel jongens die gewoon in Nederlands elftal spelen, grote namen, die hebben ook geld gedoneerd voor Nacho, zeg jij. Ja. Wijnaldum, Van Dijk. Ja, ik hou er niet van om namen te noemen, want dat is niet aan mij, maar feiten zijn bekend. Ja, maar wij weten dat, jij weet het, ik weet het ook. Ja, ja. Maar komt het door Dien of was Dien de man die dit allemaal... Alleen maar door Dien, want als we moeten gewoon een simpele vergelijking trekken. Je hebt net een naam genoemd, Jorginho, toch? Ja. Jorginho Wijnaldum is nu bijna 31. Ja. Toch? Ja, 30. Ja. Jorginho heeft volgens mij, hoe lang? 6 jaar in Engeland gespeeld? Ja, lang. 6, 7 jaar. Oké. Okay. Ja. En daarvoor was hij al multimiljonair, toch? Ben je met me eens, toch? Ja. Bij PSV speelde. Ja. En was hij al multimiljonair. En volgens mij is hij 2014 of zo, is hij naar Engeland gegaan. Aha. Dus toen had hij genoeg geld. Hé, maar voordat je verder gaat met Gini Wijnaldum. Hij is toch een pupil van jou? Hij komt toch van jouw voetbalschool ook? Ja, ik heb hem getraind in het verleden inderdaad. Aha, ik heb met hem gewerkt. Ja. Dus ja. Maar dat is nu op dit moment niet zo belangrijk. Wat belangrijker is dat Dien zijn karakter wordt vermoord. En ik kan hem uitschelden. Ik kan genoeg kritiek op hem hebben. Dat is allemaal mooi en waar. Maar nu wordt het op de man gespeeld. En dit gaat helemaal nergens over. En dan sta ik 110% achter Dien en achter Eugène Verweij. Weet je, en wat zij voor het team en ook voor het land hebben gedaan. Want vergis je niet, hè. Je bent een aanzichtkaart. Je bent een visitekaart. En je bent een merk voor je land. Op het moment dat je dit soort dingen, dit soort wonderen verricht. Want het is een wonder, hè. Als er maar iets meer dan 1 miljoen mensen bestaan van dat land. En je levert deze prestaties, dan is dat gewoon een wonder te noemen. En dat hebben ze voor elkaar gekregen. Natuurlijk die jongens ook. Maar de bereidwilligheid en de gesprekken die ze zijn gevoerd. Ik weet hoeveel de gesprekken er zijn gevoerd. Ik weet dat Dien was elke ochtend was hij bij Cultuurtuin. Hoe heet het daar ook alweer? Orukul, ja, Cultuurtuin. Was hij aan het trainen met jongens om ze beter te maken. Met de jongens van Suriname. Ook zeggen heel veel mensen dat hij al die jongens van Suriname aan de kant heeft geschoven. Dat is helemaal niet waar. Die hebben gewoon nog niet het niveau die ze moeten hebben. En dat weten die jongens zelf ook. Weet je? Die jongens die begrijpen het wel. Die zitten in de voetballerij. Die leren enorm veel van die profvoetballers. Die weten hoe ze nu met bepaalde dingen om moeten gaan. Met voeding, met training, intensiteit, met het serieus nemen. Tactisch. Dus, en dan om terug te komen op Jorginho. Ja? Doet Jorginho het omdat Dien erbij zit? Ja, natuurlijk. Niet alleen Dien, Harvey natuurlijk ook. Weet je, Harvey Vliet, de materiaalman, die heeft ook heel erg veel zijn best gedaan. En daardoor zijn er bepaalde gelden, sponsoringen, donaties, gunning. Dat is er vrijgekomen vanuit die mensen. En dat heeft helemaal niks met de SVB te maken. Helemaal niks, 0,0. En om dan ten eerste, natuurlijk, je kan een evaluatiegesprek hebben. Dat kan. Dat is niet erg, is logisch. Moet er naar de kwaliteit gekeken worden van de prestatie? Zeer zeker. Naar het beleid van selectie? Zeer zeker moet daarnaar gekeken worden. Maar als we dan gaan kijken naar de voortgang. Oké, dan wil je die ontslaan. Misschien hebben ze wel iemand anders in gedachten. Maar hoe reageert het land? Hoe reageren de spelers? Hoe reageert iedereen op het feit dat je zo met iemand omgaat die gewoon de helft van zijn leven aan de kant heeft gezet om voor dit land te gaan? Dan kan je hem niet ontslaan. Misschien kan je hem een andere functie geven. Dat zou kunnen. En dat mogen ook harde gesprekken zijn, maar je gaat hem niet op deze manier beledigen. En dat vind ik dat is gebeurd. En daar ben ik gewoon... Ja, een beetje verrast door en ook zwaar teleurgesteld, eerlijk gezegd. Niet te vergeten dat de verhalen de ronde doen dat er inkomsten die worden vergaard niet altijd op de juiste manier terug te zien zijn, weet je?
om het even zacht uit te doen. Nou, je bedoelt dat de SVB, het SVB bestuur sjoemel met gelden van FIFA en andere inkomsten? Dat kan ik niet hard maken. Maar dat is wat jij wil zeggen, maar niet hard kan maken. Ik kan het niet hard maken en ik ga het ook niet zo uitdrukken, want ik heb geen bewijs. Dus nee, maar... Nee, dit is klare taal, hoor. Nee, ik ga niemand aanwijzen als ik niet zelf heb gezien wat er gebeurd is. Ik zeg, de geruchten doen de ronde dat bepaalde gelden niet terug te zien zijn in de activiteiten die er klaargespeeld zouden moeten worden. Dat is wat ik zeg en zo, daar wil ik het ook bij houden. Want anders gaat iedereen zijn eigen verhaal ervan maken en dat wil ik niet, weet je. Ik vind het te diplomatisch voor een uitgesproken rapper. Nee, het is niet diplomatisch. Ja. Het is de waarheid, correct. Weet je. Het is niet politiek correct, want volgens mij heb ik hele harde en duidelijke dingen hier voor deze zin gezegd, die heel duidelijk zijn. Ging het bestuur ook en daar sta ik gewoon 100% achter. Oké, dus je bent totaal tegen het ontslag van Dien Goré? 100%. Is het een mogelijkheid dat hij teruggevraagd wordt? Zie jij dat? Want het is niet de eerste keer hè, dat hij weg is bij de SVB. Alleen ik denk dat teruggevraagd worden, ja. Ik denk dat ze morgen een probleem hebben. Morgen hebben ze een probleem. Het kantoor gaat morgen open. Uh-huh. En dan denk ik dat, ik denk dat ze een probleem hebben. Ik denk dat ze de spanning heel erg gaan voelen. Als nooit tevoren. Met ze met een grotere naam komen. Ze hebben ook kunnen ze misschien Klopp of Guardiola halen. Dat zou kunnen. Dus alleen Klopp of Guardiola kan dit FVB bestuur redden. Of ze moeten Louis van Gaal overhalen om... Toevallig al die mensen die jij nu noemt, joh, die zitten allemaal vast, hè? Aan een contract, die hebben allemaal contracten. En die verdienen volgens mij het 20-voudige van wat die verdienen. Dus ik heb geen idee of dat haalbaar is, maar ik... We zijn benieuwd, je bent benieuwd. Denken van niet. Nou, we gaan het afwachten, Junik. Dankjewel voor... hoe gaat het met je voetbalschool in Suriname? Nou ja, op dit moment vanwege coronaperikelen is het natuurlijk stilgelegd. Mm-hmm. Maar in principe gaat het fantastisch, want die talenten die op hele jonge leeftijd nu... worden ze de juiste basis wordt bijgebracht. Dus ze gaan beter trappen, beter inspelen. Ze worden serieuzer. Ze begrijpen beter hoe er in de combinatie gespeeld moet worden. En de coaching van de trainers is ook ietsje anders. Dus beetje bij beetje krijgen die een verschrikkelijk hoog niveau. En dat is de toekomst, hè. Dus ook daar moet rekening mee gehouden worden. Want er wordt ook eigenlijk door de SVB ook alleen maar gekeken naar het eerste elftal. Maar niet naar de onder 21 of naar de onder 18. Dat zijn net zulke belangrijke elftallen natuurlijk. Hey. Daar moet je nieuwe aanwas vandaan komen, toch? Ja, zeker. Hey, maar je hebt tientallen spelers ondergebracht naar profclubs. Andere spelen in de Europese top. Heel veel hebben Nederlands elftal gehaald. Hè? Dus we kunnen gewoon zeggen, je hebt een neusje voor talent. Je hebt oog voor. In die tijd dat je in Suriname met jonge spelers ging of omgaat, in tegenwoordige tijd hoor ik bij. Heb jij jongens daar gezien, gescout die potten hier zouden kunnen breken? Ja, dus wat ik dus echt, dat is wel, dat rekening dien aan, eerlijk gezegd. Dat is mijn enige, wat ik 100% niet begrijp. Dat is dat Jamilio Richters niet bij de selectie zat. Nou. Jamilio Richters is een supertalent, speelt bij Robin Hood. Uh-huh. En dat is onbegrijpelijk dat hij niet bij de selectie zit. Dat is echt onbegrijpelijk. Hij is verschrikkelijk goed. En dat is een van de grootste talenten van Suriname op dit moment. Weet je? Er zijn natuurlijk meer, maar dat is... Ik wil ze ook niet onder druk zetten. Maar dat is er echt eentje die... daar moet wel rekening mee gehouden worden. Ja, maar ik denk, als je groot talent bent... Ja, dan speel je niet bij Robin Hood. Nee, dat is nu... Kijk, ik zou eerlijk zeggen... hij stond op... hij stond er met nog een andere jongen... stonden ze er goed op om naar Frankrijk te gaan. Om naar in de Ligue 2. Om daar op stage te gaan. En een contract te verdienen. Want ze waren gescout. En hij werd gezien als een favoriet. Maar dat was eind 2019. En
Begin 2020 zouden ze die kant op gaan. En toen sloeg corona keihard toe. Okay. Dus hij heeft gewoon pech. Okay, hij, okay. Hij zou in maart 2020 zou die naar Frankrijk afreizen. Ja. En dat is niet gelukt om, vanwege de pandemie. De regels allemaal. Maar dat is al een volwassen voetballer. Zo, anderhalf jaar. Ja, nee, het is een volwassen voetballer die speelt bij Robin Hood. Dus dat is geen jeugd. Maar bij de jeugd die jij traint, zie jij jongens die ooit een Eredivisie zou kunnen... Maar is er namen? Ja, zeker. Maar weet je waarom het moeilijk is om die jongens hun naam te noemen? Uh-huh. Nee, je hoeft geen namen te noemen, maar jij ziet wel... Nee. Ik heb zeer zeker. Ja? Ja? Die gewoon Nederlandse top zouden halen, bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat die erbij zijn. Oké. Okay. Ja. Hoeveel heb jij geteld die zegt van jou, die zouden ver kunnen? Eén naamje durf ik wel te noemen. Uh-huh. Of eigenlijk twee, want die zijn al 18. Je hebt Dimitri Andro. Okay. En je hebt Roger Assidan. Dat zijn twee jongens die op hun 16e, als ze in Nederland zouden wonen, uh-huh, zouden ze bij Ajax, PSV, AZ of Feyenoord spelen. Wauw. Ja. Maar jij hebt die contacten toch? Ja, zeker. Alleen je weet hoe dat gaat, hè. Je mag niet voor je 18, dan mag je niet naar Nederland. Oh, okay. En je moet een bepaald bedrag verdienen als je een contract krijgt. Dus buiten de EU. Allemaal regelgeving. Buiten EU-spelers. Die moeten 400.000 krijgen, minimaal. Nee, niet zoveel. Maar wel boven de 200.000, nog iets. Ik ken het bedrag niet precies uit mijn hoofd. Ik dacht drie zoveel. Ja, is dat het? Is naast je 23. Oké. Nee, ik weet wel, van als je speler bent van buiten de EU en je wil in Nederland voetballen, dan is de club verplicht om met belasting al vanaf 400.000 te betalen. Dat is heel veel geld, toch? Ja, dat is veel geld. En dan moet je echt superveel talent hebben. Ja. En dan halen ze dus liever een jongen net als Anthony of zo, weet je. Dan weten ze van ja, Braziliaanse internationaal. Ja, is wel. Braziliaanse internationale top. Ja. Oké. Maar misschien via België of andere wegen dan Kroatië, Oost-Europa? Ja, je ziet het, hè. Met Konvali is het later leeftijd gelukt. Met Cleo. Ik denk dat Cleo in Nederland hartstikke goed tot zijn recht zou komen bij een club als Twente of zo, weet je. Uh-huh. Hij zou makkelijk hier kunnen voetballen. En ik gun hem dat ook. Maar hij is ook pas 22, dus dat komt misschien nog wel goed, weet je. Oké. Okay. Dus ja, ik natuurlijk Joshua Elshot. Mm-hmm. Die speelt al in het nationale elftal. Die is nu geblesseerd. Maar dat is ook een jongen met verschrikkelijk veel talent. En zo'n moderne middenvelder. Box-to-box. Slimme voetballer. Die speelde ook al in het basisspeler. Op zijn 18e geloof ik al. Mm-hmm. Dus er zijn zeker talenten. Maar waar Suriname bij gebaat is, het is gewoon professioneel voetbal. Niet dat amateurvoetbal, daar heb je niks aan. Je moet gewoon professioneel voetballer worden om te begrijpen wat er nodig is om in het buitenland op niveau te kunnen presteren. Ja. Terwijl ik met jou praat, stuur iemand mij een app van, je mag Tony vragen of het klopt. Je hebt deze zomer, ik weet niet, je hebt een speler ondergebracht bij PSV, een jeugdspeler, en die gaat doorbreken. Hij speelde al bij PSV, maar ik vind het altijd moeilijk om die dingen te zeggen, maar de kans is groot dat hij wel door gaat breken. En al is het niet bij PSV, zie ik het wel bij een andere club gebeuren. Hij speelt al bij PSV. Hij is ook onlangs international geworden van Curaçao. Hoe heet hij? Nigel Thomas. Nigel Thomas. Ja. Antilliaanse jongen. Antilliaanse jongen, ja. Oké, en jij zit nu al bij PSV. Welk elftal? Hij zit bij Jong PSV. Jong PSV, oké. Okay. Ja, dus hij speelt de eerste divisie dus al. Ja, hij speelt de eerste divisie, klopt. Hij is al prof. Is hij toch al doorgebroken? Nee, hij is nog niet doorgebroken. Als je doorgebroken bent, speel je PSV 1. Nou, dan ben je top. Nee, voor mij ben je doorgebroken als je prof bent, toch? Want je hebt duizenden amateurclubs. En ik denk maar een stuk of 40 profclubs in Nederland. Of niet eens. Weet je? Hij heeft in ieder geval 20 plus profwedstrijden al in de benen. Dus, Oké. Hij heeft nog niet gedebuteerd? Hij is nog niet in het eerste gedebuteerd, nee. Een jongen uit Rotterdam? Ja, oorspronkelijk uit Rotterdam.
Oké, oké. Nee, dat hoorde ik net. Dus het verhaal klopt dus. Ja, dat klopt. Oké, is er nog iemand? Heb je nog iemand wie ik wat 5 jaar geleden of langer had je bijgezegd van, oh, een jongen heet Ryan Gravenberg, hou die naam in de gaten. Ja, hoe oud was hij toen? 11 jaar, 10 jaar? 12 of 13 was hij toen. Toen was hij bij jou? Ja, toch? Ja, toen was hij bij mij. Ja, toen was hij vaak bij mij. Ja. Op de training? Ja, ja. Ja, maar kon je het al zien bij hem dan? Nou ja, maar het was heel, want hij is heel nonchalant, heel rustig. Ja. Maar ja, je ziet het door de jaren heen, zie je wat voor kwaliteiten belangrijk zijn om echt ver te komen. Mm-hmm. En ja, ik dacht dat bij hem gewoon te zien. Net als bij Adjani Marta, die speelt nu ook bij Ajax, speelde bij Sparta vroeger. Ja. Ja, ook een jongen die heel nonchalant is. Die gasten kunnen heel goed met druk omgaan. En als je goed met druk om kan gaan, dan ben je goed. Is de kans van doorbreken, dat is groot. Ja, ja. Er is nog eentje die denkt dat door gaat breken, die was ook geblesseerd. Wie? Die speelt bij Feyenoord, Shiloh het Zand. Oké. Okay. Die nu nog in de jeugd, maar die gaat denk ik ook wel doorbreken. Ja, ja. En je weet het, hè. Dat is net als mijn zoon, die andere die in het eerste speelt, Tyrell Malasia, is al doorgebroken natuurlijk, maar... Ja, 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 die van Feyenoord. Ja, toch? Ja, ja, Malasia, hij is vast te spelen, man. Al een jaar of twee is hij niet meer. Hij heeft onze Surinaamse Mattie Haps uit het elftal gespeeld. Ja, dat klopt. Ja, 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 oké. Okay. Ja, die zat ook bij jou, Malasia. Dat klopt nog steeds. Hoeveel jongens van Feyenoord nu lopen bij jou nu? Nee, hoeveel jongens van jou lopen nu in Feyenoord 1? Malasia? Getreda? Ja. Nee, alleen Tyrell. Okay. Nee, mooi man. Ik hoop dat je snel... heb je plan om terug om snel naar Suriname te gaan om je school daar op te pakken? Ja, 100%. Ik mis al die jongens. Ik mis ook mijn collega's. Hè. Ja, wat je kent. Ja, trainer. Ja, tuurlijk. Trainer Clyde McDonald, Robert Derby, uh-huh. Ivers Vleiter. Al die jongens, weet je. Ja, John Bergwijn. Al die jongens doen fantastisch werk, joh. Het is bijna jongerenwerk wat ze daar verrichten. Ja. We zijn altijd gezellig samen, drinken wat. Om niet te vergeten om Mayra Andro te noemen, die ook fantastisch werk verricht om de ouders goed op de hoogte te houden. Weet je, we trainen natuurlijk bij het veld van Ranjit Boys met meneer Stanga, die alles daar voor mij organiseert. Dus ik kan niet wachten totdat we weer kunnen beginnen, man. Oké, man. Unix, succes met jouw voetbalprojecten in Suriname. En ja, breng ze naar Europa. Laat ze hier prof worden en Nacho. En ons trots maken met Nacho. Ja, toch? Ja, dankjewel, man. We zullen ons best doen. Oké, dankjewel. Okay. Voetbaltrainer en rapper Tony Pengel, a.k.a. Unix. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvastradio.nl.